bellen achter het stuur. Dan ben je in België meteen je rijbewijs kwijt. Hoe komt het nou dat het in België wel kan dat je rijbewijs kan worden afgepakt vanwege dat gebruik van die telefoon achter het stuur en in Nederland niet? En verder in deze Zeeland nu. 3 ton boete voor valse melding. En werken aan de relatie met jongeren. Goedenavond. De camera op het viaduct en de geblindeerde touringcar met politiemensen die controleren op het illegaal gebruik van je smartphone achter het stuur. Die waren vandaag weer op pad in Zeeland. En weer zijn meerdere automobilisten betrapt. Ze kregen een bekeuring. Dan hebben ze nog geluk, want in België kom je er niet alleen met een boete vanaf. Daar zetten ze zwaardere maatregelen in. Als je in België met je telefoon achter het stuur zit en je wordt betrapt door de politie, dan kun je je rijbewijs kwijtraken, ook als Nederlander. Dat kan dan voor tenminste 8 tot 15 dagen het geval zijn. Veel Zeeuwen weten dat niet. Nee, niet van op de hoogte. Nee, wist ik niet. Nee, nee. Dat geldt ook voor Nederlanders. Oh, ja, als wij daar, ja, ik kom nooit in België. Ja, weinig in België. Dus. En ik heb dat niet meegenomen. Nee, wist ik niet. Maar hoe komt het nou dat het in België wel kan dat je rijbewijs kan worden afgepakt vanwege dat gebruik van die telefoon achter het stuur en in Nederland niet? In België valt het rijden terwijl je je telefoon vasthoudt valt onder het strafrecht. Terwijl in Nederland valt dat onder de wet Mulder. En die wet regelt de lichtere verkeersovertredingen. En dat is de reden waarom dat in België wel kan en in Nederland niet. Een witte Scania die nou koud achter de bus zit. Rechterhand waarneming Milou. Nou kan ik me voorstellen dat er wel omstandigheden zijn in Nederland dat je rijbewijs wel wordt ingenomen. Wanneer is dat? Als het gebruik van de mobiele telefoon concreet aanleiding heeft gegeven tot gevaarlijk rijgedrag. Dan valt het gevaarlijke rijgedrag namelijk wel onder het strafrecht. En ook kan op basis daarvan het rijbewijs worden ingenomen. En dat is bijvoorbeeld het geval als er een ongeval is veroorzaakt. Het rijbewijs wordt niet altijd direct afgepakt in België. Het kan ook zijn dat je een boete krijgt van 174 euro. In Nederland is die boete een stuk hoger. De boete bedraagt op dit moment 380 euro. Maar vanaf 1 maart wordt de boete verhoogd naar een geldboete van 420 euro. Het verhogen van de boete, is dat de manier om de mensen duidelijk te maken dat het echt niet kan dat je je mobiel vasthoudt tijdens het rijden? Nou, het verhogen van de boete of een hoge geldboete aan zich geeft een signaal af dat het verkeersgevaarlijk gedrag is. Rechterhand waarneming Milou. Best hoog, maar dan moet je wel opletten, niet doen. Het is heel simpel. Zodra boetes omhoog gaan, gaat toch wel aantikken. Dus dan let je zeker op of je op je telefoon zit of niet. Wellicht. Ja, de pakkans die is klein dus. We weten dat verhogen van de pakkans, dat uiteindelijk het meeste effect heeft op het verkeersgedrag. Dus we vinden ook dat we moeten handhaven erop. Dat doen we op verschillende manieren. We hebben nu de monocam en de touringcars, zoals ook in Zeeland gebruikt gaan worden. En aan het eind van het jaar worden er ook 50 focusflitsers ingezet. Succes eigenwaarneming. En deze focusflitsers die kunnen op verschillende locaties worden ingezet. Die handhaven automatisch op het moment dat zij constateren dat iemand gebruik maakt van een mobiele telefoon achter het stuur. En het wordt dan rechtstreeks naar het CIB doorgezet. En hierdoor kan op een effectieve en efficiënte manier de handhavingsdruk en dus ook de pakkans worden verhoogd. In Nederland kun je dus alleen maar een boete krijgen die jaarlijks oploopt voor het vasthouden van je mobiel in het verkeer. Maar in België is er dus kans dat je rijbewijs wordt afgepakt. Een 25-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor het doen van een valse bommelding. De man belde de veiligheidsdiensten en zei dat er explosieven aan boord waren van de Lorena en dat die zouden ontploffen zodra het containerschip zou afmeren in Antwerpen. Uit voorzorg moest het schip 6 dagen voor anker bij Breskes. De aankomst in de haven van Antwerpen werd bijna 2500 kilo cocaïne op het schip gevonden. De politie hield al rekening met een verband tussen de bommelding en de internationale drugshandel. Naast een celstraf moet de man ook de schade vergoeden aan de rederij, wat neerkomt op een bedrag van 300.000 euro. Het is de week van koken in de klas, bedoeld om kinderen gezonder te laten eten. 4 basisscholen in onze provincie kregen bezoek van een echte chef-kok, waaronder de Eben Haezerschool in Oostkapelle. Chef-kok Dennis Willems leerde de kinderen daar meer over gezonder eten en koken. Sommige leerlingen maken zelf al gerechten in de keuken. Dan kun je
Appeltaart, Oreo-taart en heel veel taarten eigenlijk. Dan gaat het hier over gezond eten. Bijvoorbeeld zo'n Oreo-taart. Zou dat gezond zijn? Nee. Waarom niet? Ja, er zit ook veel suiker in en geen groentes. Dus dat is niet zo gezond. Kook jij wel eens, chef Femke? Ja, zeker. Macaroni ook. En ik had mijn moeder altijd in de keuken. Eet jij gezond, denk je? Ja, soms. Wat is gezond voor jou? Wat vind jij gezond eten? Groenten en fruit. Deze salade met bulgur en verse groenten smaakte de meeste kinderen in ieder geval prima. 6 agenten waren vandaag op het Goese Lyceum, niet omdat er bonje was, maar om samen te eten met leerlingen om zo de onderlinge sfeer te verbeteren. Zo? Het is geen alledaags zicht. Politieagenten met een schort voor. De wijk- en schoolagenten werden een dagje op sleeptouw genomen door leerlingen van de opleiding horeca, bakkerij en recreatie. Vandaag zijn we hier een opdracht aan het doen, dat we samen gaan koken met de politie en dat we hun een beetje opdracht geven in de keuken. En dat ze een beetje kunnen omgaan, kunnen zien hoe wij in de keuken omgaan. Ik heb eigenlijk weinig te zeggen. Ik word gestuurd in de keuken op dit moment. En dat is precies de bedoeling. De afstand tussen scholieren en de politie kleiner maken. Jongeren zien dat agenten niet alleen maar boeteschrijvers zijn. En de politieagenten kunnen ook heel wat leren. Misschien een kijkje bij de jongeren wat dieper. Wat speelt er nou? Maar het is vooral een stukje de verbinding zoeken. Zorgen dat wij aanspreekbaar zijn voor hun. Niet alleen buiten op straat, maar ook gewoon op de momenten dat we op school zijn of buiten op straat. Vooral dat wij ook, natuurlijk, wij zijn politie. Maar wij zijn er ook voor de jeugd. En dat is niet alleen een stukje strafrecht, maar dat is ook gewoon... We willen ook met ze in contact komen. En eigenlijk denk ik vandaag dat we ook willen laten zien dat we misschien mens zijn. Verandert je mening ook door dit project? Ja, dat wel. Want hier zie je de andere kant. Het Zeeuws landschap gaat voor ruim 6 ton een beleefpad maken in natuurgebied de Ierseke Moer. De voorzieningen en wegen en paden in het gebied moeten aantrekkelijker en veiliger worden. Er komen picknickplekken en een uitkijkpost. En ook komen er borden waarop meer te lezen is over de geschiedenis van de Ierseke Moer. De provincie Zeeland steekt ruim 4 ton in het project. De andere 200.000 euro komen van het Zeeuws landschap zelf en uit Europa. Kees Liefting gaat voor de PvdA opnieuw de gemeenteraad van Terneuzen in. Hij was in Terneuzen jarenlang wethouder en raadslid, maar maakte daarna een uitstapje naar buurgemeente Sluis. Daar werd hij 2 jaar geleden wethouder na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Liefting en de PvdA stapten afgelopen december uit de coalitie na een politiek conflict over tweede woningen in de gemeente Sluis. Liefting zette zich ook jarenlang in voor een tolvrije Westerschelde-tunnel. Vorig jaar was een toeristisch recordjaar voor Zeeland. Er waren 13,5 miljoen toeristische overnachtingen in onze provincie. 5% meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Duitsers en Belgen zijn nog altijd de grootste groep toeristen. Maar het valt op dat er vorig jaar ook flink meer toeristen uit Frankrijk en Zwitserland naar Zeeland kwamen. De woningmarkt lijkt muurvast te zitten. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, moeten dat ook. Waardoor het voor jongeren juist moeilijker is om aan een woning te komen. De doorstroom hapert dus. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, probeert woningcorporatie Woongroep Middelburg sinds een jaar zogenoemde verhuistreintjes te starten. En met succes. Als die starters kunnen doorstromen naar die eengezinswoning, de senior stroomt door naar de seniorenwoning. Zo komt er eigenlijk een verhuisketen op gang. En door 1 verhuizing te doen kunnen we meer mensen huisvesten, meer mensen helpen. Soms komen er wel 4 verhuizingen uit voort. De reden dat Woongoed is gestart met dit project is dat ze zien en merken dat vooral ouderen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Hoe ouder ze worden eigenlijk, hoe lastiger het is om door te gaan verhuizen. Om die stap te nemen, te gaan zoeken naar een woning, in te schrijven op de website. Stukken te verzamelen. Het hele praktische stuk zien ze erg tegenop. We zien ook dat sommigen hebben geen netwerk. Financieel is het lastig. Je ziet stagnatie daardoor eigenlijk op de woningmarkt. En we hebben juist nodig dat het weer op gang wordt gebracht. Ook mensen met immobiliteit of die ziek zijn kunnen deelnemen aan dit project. Zoals bijvoorbeeld Rianne Tolhoek, die dat vorig jaar ook heeft gedaan. Doordat ik ziek ben geworden eigenlijk... Toen heb ik op een gegeven moment kon ik niet goed meer de tuin onderhouden. Vreselijk veel gras daarin in de wijk tussen de tegels.
En traplopen was voor mij ook even een dingetje. Dus toen dacht ik van nou, ik ga hulp vragen bij Woongoed. Naast dat mensen zichzelf kunnen aanmelden, is er ook een taak weggelegd voor de wijkbeheerders van Woongoed. Voornamelijk de wijkbeheerders, die dus de mensen in de wijken kennen, die signaleren mensen bijvoorbeeld aan de hand van een tuin die ze niet meer kunnen onderhouden. Komen daarmee in gesprek met de mensen en zien dan dat, dat er misschien meer nodig is dan alleen de tuin een keer onderhouden. Maar dat het misschien wel een oplossing kan zijn om te verhuizen naar een seniorenwoning. En ja, zo hebben we dus afgelopen jaar al 11 huishoudens kunnen helpen daarmee. Niet alleen helpt Woongoed bij het zoeken naar een passende woning. Ze hebben geholpen met Orionus en die hebben een project om mensen te helpen die alleen wonen, om te verhuizen, dingen inpakken, te sjouwen vooral. Die hebben heel die zolder en ik zeg nee, dat is niet van mij, dat kan echt niet van mij zijn. Nou, die hebben echt gewerkt, verschrikkelijk, maar zo leuk, zo leuk. En ik gaf koffie en wat lekkers erbij en ja, nee, ik was echt heel blij. Daarnaast speelt het financiële plaatje natuurlijk ook een belangrijke rol. Het extra voordeel was ook wel, alleen ik zeg altijd geld maakt niet gelukkig, maar ik mocht mijn huur meenemen. Dus wat ik aan huur betaalde in de woning, dat betaal ik nu hier ook. En dat is best wel een heel veel verschil. Vanwege de positieve resultaten heeft Woongoed besloten om het project komend jaar verder uit te breiden. We hebben ons doel voor het komende jaar gezet op 20 huishoudens te gaan helpen. En dat kan betekenen dat we uiteindelijk 80 huishoudens naar een passende woning kunnen helpen. Ik ga hier niet meer weg. Nee, alleen tussen een paar plankjes. En dat duurt nog heel lang, want ik ben nog veel te positief. Ik wil nog veel te veel doen. Het was een heerlijke bijna voorjaarsdag, want vrijdag begint al de meteorologische lente. Het was overal zonnig, maar door een noordelijke wind werd het niet warmer dan 8 graden. Wat trouwens nog steeds zacht is voor de tijd van het jaar. Morgen draait de wind en wordt het meteen iets warmer. Daarna krijgen we toch wel weer opnieuw regenbuien. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu nog een hele fijne avond en tot morgen.